Hallo allemaal en welkom bij deze videolecture over waarom veranderen zo gecompliceerd is. Als je kijkt naar literatuur en theorieën omtrent verandermanagement, dan valt op dat deze vaak uitgaan van een bepaalde mate van maakbaarheid en rationaliteit. Er wordt veel gesproken in termen van plannen maken. En vanuit die theorieën begint de veranderaar met het in kaart brengen van de huidige situatie, de is-situatie. En wordt er ook geschetst hoe de gewenste toekomstige situatie, de zol-situatie, er dan uit zou moeten zien. Daarna maakt de veranderaar een plan om van de is naar de zol-situatie te komen. In stappen en in tijd uitgezet. En dit planmatige zien we vaak terug in veranderaanpakken. En vaak vinden we dit zelf ook wel het prettigst. Het geeft ons een houvast. Maar de werkelijkheid is vaak een stuk weerbarstiger. Er zijn obstakels, er is weerstand. Dingen lopen anders dan gepland en misschien wordt het einddoel ook gaandeweg aangepast. Veranderen is dus complex. In deze videolecture zullen we aandacht besteden aan diverse theorieën die verklaren waarom veranderen zo complex is. In hoofdstuk 2 van het boek Leren Veranderen van de Kaluwe en Vermaak beschrijven de auteurs 15 theorieën en beelden die verklaren waarom veranderen zo lastig is. En deze 15 theorieën hebben ze geclusterd in 5 categorieën. Te weten, losjes gekoppelde systemen, over managen en gemanaged worden, chaosdenken, sociopolitieke processen en fixaties. En in deze videolecture zullen we 6 van deze 15 theorieën behandelen. De nummering bij de theorie die refereert naar de nummering in het boek Leren Veranderen van de Kaluwe en Vermaak. En in deze videolecture bespreken we iedere keer kort het cluster en zoomen dan in op de implicaties voor veranderaars. Waar moet je als veranderaar rekening mee houden? Ten eerste, losjes gekoppelde systemen. Dit cluster van theorieën probeert dubbelzinnigheden en een deel van de irrationaliteit in organisaties te verklaren. Ambiguïteit in organisaties dan. Als we aan het beeld van een organisatie denken, dan denken we veel aan een bewust ontworpen machine waar alles op elkaar afgestemd is en die voorspelbare producten oplevert. Ook hier is de werkelijkheid vaak anders. Volgens Karl Wijk is er veel dubbelzinnigheid, dus veel ambiguïteit in organisaties. En dit kan gaan om dubbelzinnige doelstellingen bijvoorbeeld. De missie, visie en doelen van de organisatie zijn regelmatig op een zodanig abstract niveau omschreven dat ze op allerlei manieren uit te leggen zijn. Soms zijn ze zo vaag omschreven om meningsverschillen te overbruggen. Iedereen herkent er uiteindelijk wel iets in van zijn of haar eigen doelstelling. Soms zijn het zinnen en woorden met vele verschillende betekenissen. Het gevolg is dat er niet één eenduidig doel bestaat, maar dat er meerdere en soms ook verschillende conflicterende doelen naast elkaar ontstaan in een organisatie. Dubbelzinnige technologie dan, of dubbelzinnige werkprocessen. Vaak is het onduidelijk welke processen nou uiteindelijk het resultaat van de organisatie bepalen. Oorzaak en gevolg, dus het resultaat, zijn vaak moeilijk te bepalen. Het is dus onduidelijk wat goed is en wat niet. Wat werkt en wat niet. En zo kan het gebeuren dat iedereen er een andere aanpak op nahoudt. Dubbelzinnige participatie dan. In deze situatie is het niet duidelijk wie waarover mee beslist. Wie zit bij welke vergadering? Wie hoort bij welke groep of afdeling? Etcetera. De betrokkenheid van personen of groepen bij verschillende organisatieactiviteiten, die wisselt vaak. Wat is dan de implicatie voor de veranderaar? Als er sprake is van dubbelzinnigheid op deze vlakken, dan is er geen sprake van een eenduidig organisatiedoel. En is het heel moeilijk om een veranderplan op een voorspelbare en goed te plannen manier aan te pakken. Er is geen sprake van één systeem, maar er zijn meerdere autonome kernen. Het is belangrijk voor de veranderaar om dat dus te realiseren. En te realiseren dat een top-down aanpak niet werkt. De veranderaar moet werken aan de continue wisselwerking tussen de delen. Om samen identiteit en richting te vinden. De verschillende delen, business units, afdelingen van de organisatie, moeten dus met elkaar in gesprek gaan om samen de doelstellingen af te stemmen en gezamenlijk overeenstemming te vinden over de identiteit van het bedrijf en de doelen dat het nastreeft en hoe die doelen bereikt kunnen worden. Managen en gemanaged worden.
Dit cluster beschrijft de moeizame combinatie tussen autonome medewerkers en hiërarchisch ingestelde managers. Eén theorie van dit cluster gaat over autonome medewerkers en managers. Aan de ene kant hebben we de managers. In het klassieke organisatiedenken is de organisatie een piramide waar de manager bovenaan staat. Hij is de baas. En onder dit denken ligt de aanname dat managers het voor het zeggen hebben. En dat ze dus hun organisatie en hun medewerkers kunnen beheersen, kunnen controleren, kunnen sturen. Aan de andere kant echter is er een trend gaande richting meer professionalisering. Professionals zijn medewerkers die veel autonomie en vrijheid willen. Het zijn mensen die op een hoog niveau werken. Ze hebben veel geleerd en weten zelf het beste hoe ze hun werk kunnen uitoefenen. Zij bepalen zelf hoe ze met hun klanten omgaan en hoe ze hun werk sturen. Zij nemen zelf beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van zijn of haar werk. Professionals die worden vaak gezien als onafhankelijk en wat eigenwijs. Zij vinden vaak zelf dat ze het beste weten. Dus waarom zouden ze dan luisteren naar collega's of naar hun baas? Je krijgt dan wat we noemen een professionele bureaucratie. En de vraag rijst op of professionals wel te sturen, te managen en dus te veranderen zijn. Deze combinatie van managers die het voor het zeggen hebben en medewerkers die vrijheid willen en autonoom willen zijn, die is moeizaam. Professionals negeren bijvoorbeeld managementbeslissingen of ze gaan zich bemoeien met managementtaken en leveren hier commentaar op. Bijvoorbeeld hoe de manager de budgettering van de afdeling vormgeeft. En wanneer professionals er samen niet uitkomen, dan kijken ze naar de manager. Maar eigenlijk vinden ze toch dat die manager onvoldoende kennis heeft om tot een goed besluit te komen. Dit plaatst de manager in een haast onmogelijke situatie. Daaraan gekoppeld is het pocket veto. Alle medewerkers hebben dit, wat Hanse pocket veto noemt. Als managers te veel hiërarchie uitoefenen, dus wanneer een manager een besluit doordrukt zonder voldoende overleg en dialoog met medewerkers, dan kunnen medewerkers simpelweg besluiten zich niet te conformeren aan datgene wat het management wil. Veel medewerkers die hebben de mogelijkheid om grote delen van hun werk onzichtbaar te maken. De manager heeft gewoon niet de hele dag zicht op waar de medewerker mee bezig is. En deze onzichtbaarheid kunnen medewerkers gebruiken als de baas dingen van ze vraagt waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Dingen die ze niet uit willen voeren. In dat geval kan de medewerker gewoon doen alsof hij het eens is met de opdracht van de manager, maar deze toch niet uitvoeren. Pocket veto is dus ja zeggen en nee doen. Gevolg is dat alleen als de leidinggevende het ziet, de medewerkers werken zoals de manager het wil. Daarbuiten trekken ze lekker hun eigen plan. Wat is dan de implicatie voor de veranderaar? Wees je bewust van de spanningen tussen de belangen van medewerkers versus de belangen van managers. Conflict kan je voorkomen door ervoor te zorgen dat ieder de baas is en blijft op zijn eigen domein. Medewerkers zijn de baas over het primaire proces en bepalen zelf hoe ze hun werk uitvoeren. Zij zijn dus de baas in het eigen werk. De manager zou moeten steunen, faciliteren en stimuleren. De manager beslist over geld en middelen en evalueert uiteindelijk het werk en de medewerkers. Medewerkers dienen zich niet te bemoeien met het domein van de manager en andersom. In het niemandsland, het gebied tussen die twee domeinen, zorgt het daarvoor dat medewerkers en managers respect hebben over elkaars domein en dat ze gezamenlijk tot beslissingen komen, waarbij beide perspectieven meegenomen worden. Maak gedrag zichtbaar en bespreekbaar in collectieve leersituaties. Voorkom dus dat medewerkers zich kunnen verstoppen. Zorg dat mensen samen gaan werken en samen gaan leren. Door naar elkaars argumenten te luisteren, leer je van elkaar. Dan voelen medewerkers ook niet de noodzaak om een pocket veto te gebruiken. Want dan mag je experimenteren en andere dingen uitproberen. Het werkt dus niet om veranderingen af te dwingen. Om draagvlak te krijgen, weerstand te voorkomen en medewerkers mee te krijgen, zal je aandacht moeten hebben voor elkaar en elkaars perspectieven en veranderingen. Niet alleen maar rationeel en via structuren aanproberen te pakken. Dan chaosdenken. Chaosdenken
kijkt naar onderliggende patronen in organisaties. Patronen die het evenwicht verstoren. En deze patronen zijn vaak onderdeel geworden van de cultuur van de organisatie. Zo doen we de dingen hier. En chaosdenken zegt dat het zeer moeilijk is om de gevolgen van een gebeurtenis te voorspellen. Eén theorie binnen het cluster is die van autonome ontwikkeling. Wanneer organisaties groeien, dan worden zij complexer en dynamischer. Wat ooit begon als een klein lokaal bedrijfje is mogelijk uitgegroeid tot een organisatie die wereldwijd en in verschillende markten met verschillende producten opereert. Om in evenwicht te blijven, moeten de interne ontwikkelingen zich aanpassen aan de snelheid van de externe ontwikkelingen, op zoek naar een dynamisch evenwicht. Lukt het niet om dat evenwicht te vinden, dan ontstaat er een crisis. En na een dergelijke crisis zijn er drie mogelijkheden. Of de organisatie vernieuwt, of er ontstaat een nieuw evenwicht. Of de organisatie stagneert en verstarkt. De organisatie sterft dan en gaat failliet. Als je dit weet, wat zijn dan de implicaties voor de veranderaar? Hoe ga je om met crisis? Hoe ga je om met dit soort patronen in de groei van organisaties? Zie de crisis als een signaal om het anders aan te gaan pakken. Meer van hetzelfde werkt niet meer in een dergelijke situatie. Het roer zal radicaal om moeten. Ga op zoek naar het dynamisch evenwicht. Balans tussen stabiliteit en flexibiliteit. Onderdeel van deze zoektocht naar dat evenwicht is vooral ook weer dit gezamenlijk te doen. Afdelingen, teams, medewerkers, betrek mensen bij de gezamenlijke strategievorming en maak gezamenlijke keuzes. Dit vergroot de persoonlijke betrokkenheid en het daadwerkelijke commitment voor de nieuwe koers. Sociopolitieke mechanismen. In deze categorie gaat het over macht en politieke processen binnen organisaties die een effect hebben op veranderprocessen binnen die organisaties. Het gaat hier om sterke beïnvloedingsmechanismen in de onzichtbare wereld van de organisatie. Eén daarvan is de informele organisatie. Als je denkt aan een ijsberg, dan is de formele organisatie alles wat je daadwerkelijk ziet in de organisatie. Denk aan structuur, regels, beleid, etc. De informele organisatie is alles wat plaatsvindt onder de oppervlakte en minder zichtbaar is. Gevoelens, belangen en percepties van mensen, maar ook coalities die gevormd worden onder collega's, het ontstaan van informele leiders. Dit zijn processen en gedragingen die niet formeel gepland zijn, maar die spontaan naar boven komen vanuit de behoeften van mensen en in de contacten die medewerkers met elkaar hebben. Informele activiteiten kunnen de formele organisatie versterken, maar de informele activiteiten kunnen ook formele activiteiten tegenwerken. Moeilijke beslissingen kunnen bijvoorbeeld in de wandelgangen al voorgekookt zijn. Of er ontstaat weerstand. En als een informele leider binnen zo'n organisatie het bijvoorbeeld niet eens is met de verandering, dan zal het lastig worden om anderen wel mee te krijgen. Wat zijn dan dus de implicaties voor veranderaars? In het begeleiden van veranderprocessen zal je dus rekening moeten houden met het bestaan van deze informele organisatie. Negeer deze niet. Het begint met het analyseren van deze informele organisatie. Kijk eerst dus naar wat de belangrijkste weerstanden en steunmechanismen zijn. Zorg dat je de normen en waarden binnen de organisatie goed begrijpt. Is de voorgenomen verandering in lijn met deze normen en waarden? Of zouden ze wel eens conflicterend kunnen zijn? Of zijn er gevoeligheden of sociale codes waar je rekening mee moet houden? Als je weet wat deze weerstanden en steunmechanismen zijn, houd hier dan rekening mee in je aanpak van de verandering. Door bijvoorbeeld zelf informele activiteiten te stimuleren of te initiëren om het formele proces te ondersteunen. Betrek bijvoorbeeld informele machthebbers binnen de organisatie bij cruciale momenten in de besluitvorming. Iemand met voldoende macht die dient achter de verandering te staan. Zorg dat je dus ook gebruik maakt van deze inzichten in de informele wereld. Of daarnaast maak dysfunctionele informele activiteiten bespreekbaar. Als er bijvoorbeeld op de wandelgangen veel geroddeld wordt, benoem dit dan. En probeer de zorgen en de weerstand bespreekbaar te maken in de formele vergaderingen. Het cluster fixaties. Dit cluster gaat onder andere over gemene problemen.
Problemen die niet alleen inhoudelijk complex zijn, maar waar het sociale aspect het nog eens extra ingewikkeld maakt. Maar ook over het stagneren van groepsontwikkeling. En daarnaast over vergiftigde emoties en verwaarlozing. Bepaalde veranderingen kunnen ervoor zorgen dat er pijnlijke emoties bovenkomen bij de medewerkers. Bedrijven fuseren of worden overgenomen. De vertrouwde manier van leidinggevende kan veranderen. En dit soort veranderingen die verstoren de routines en de verwachtingen van mensen. En dit leidt tot pijn en gevoelens van verlies. Dit soort emoties zijn een onderdeel van het leven, dus komen ook voor in organisaties. Maar als bijvoorbeeld leidinggevenden niet respectvol of begripvol met deze emoties omgaan en deze niet erkennen, dan kunnen deze emoties veranderen in wat Forst vergiftigde emoties noemt. Mensen verliezen dan vertrouwen, hoop of hun zelfverzekerdheid. En ze denken dat hun emoties er niet toe doen. Wat gebeurt is dat mensen zich dan niet meer op hun werk kunnen concentreren, maar vooral bezig zijn met hun emoties, hun pijn en de oorzaak daarvan. En deze medewerkers worden minder loyaal, minder betrokken en presteren dus minder. Als een organisatie vergiftig is, dan komt dit vaak door slecht management en verkeerd aangestuurde verandertrajecten uit het verleden. Het kan ook voorkomen dat medewerkers zich verwaarloosd voelen, omdat managers alleen maar gericht zijn op getallen, dingen en financiën en onvoldoende op de mensen in de organisatie. Als veranderaar zal je eerst moeten kijken of er in de organisatie sprake is van pijn of vergiftigde emoties bij medewerkers. Wat speelt er onder de oppervlakte? Wat houdt mensen bezig? Hebben ze pijn? Zijn er vergiftigde emoties? En als dat het geval is, dan is het belangrijk dat eerst het zelfvertrouwen van deze medewerkers weer hersteld wordt. Vaak betekent dit dat de relatie met de manager weer hersteld moet worden. Maar ook moet gekeken worden hoe verandertrajecten uit het verleden zijn gelopen, voordat je een nieuwe verandering begint. Wat voor pijn en emoties leven er wellicht nog als gevolg van een eerdere verandering? En hoe staan medewerkers überhaupt ten opzichte van veranderen? Zijn ze nog wel loyaal betrokken? En betrokken genoeg om de schouders onder die nieuwe verandering te zetten. Dit alles betekent dus dat managers ruimte moeten geven aan pijn en emoties, voordat het vergiftigde emoties worden. Kortom, in deze videolecture hebben we gekeken waarom veranderen zo complex kan zijn. We hebben hierbij 6 theorieën, dus verdeeld over die 5 clusters, van irrationaliteiten besproken. En belangrijk voor een veranderaar is in de eerste plaats om te realiseren dat dergelijke mechanismen, zoals besproken, plaats kunnen vinden. Een veranderaar doet er het beste aan om deze mechanismen, als ze aanwezig zijn, niet te negeren, maar om ze te herkennen, erkennen en eventueel te benutten. Een planmatige aanpak kan zeker werken, maar soms zijn er andere ondersteunende interventies nodig om het veranderproces succesvol te laten zijn. Wil je meer weten? Lees dan hoofdstuk 2 van het boek Leren veranderen van de Kaluwe en Vermaak. Bedankt voor het kijken.